Count on Coin. Dag jongens en welkom bij een review van Borderlands, de pre-sequel. Maar wacht even, ik hoor toch helemaal niet bij Banjo-Town? Vandaag eventjes wel. Mijn naam is Eelco van Eelco Gaming en ik ben de fan van Claptrap. Claptrap is voor de mensen die Borderlands 1 en 2 gespeeld hebben, het robotje, een beetje het gekke, rare robotje wat je, ja, wat dan een beetje achter je aanhobbelt en mee met je speelt. Maar in Borderlands, de pre-sequel, kan je ook als Claptrap spelen, als één van de vier classes die je kan spelen. Borderlands is nog steeds een grote open wereld game waar je rond kan lopen, waar je quests kan doen en waar je natuurlijk de bad guys moet verslaan. Maar het grote twist deze keer is dat het plaatsvindt op een maan. Dus dat je een hele rare gravity hebt. Je kan double jumps maken, je kan boosted jumps maken. En je moet op die manier moet je zorgen dat je grote bad guys kan verslaan. Elphys is an unpredictable place. You never know what to expect. You never know if you're gonna run into murderers. Or you start... Because of my action skill! You are the worst. But somehow, today will be Elpis's last hope. A bunch of fanatic soldiers will try to destroy the world. Kill thousands of innocent people. Open fire! We got a moon to save. Het is de pre-sequel omdat het tussen 1 en 2 plaatsvindt. Het vindt zeg maar een beetje tussen twee verschillende afleveringen die we al kennen plaats. De vier characters die je dus ook in de pre-sequel ziet, zijn characters die je ook in de andere games al terug hebt zien komen. Een baas, een sheriff, een hunter, als ik het even goed uit mijn hoofd zeg. En natuurlijk Claptrap, van wie je houdt of die je haat. En dat komt goed uit, want Claptrap kan twee verschillende dingen doen. Hij heeft namelijk een bepaalde functie waarbij je hem een high five kan geven. En dan kan je kiezen om hem te high fiven, waarbij je een bonus krijgt. Of gewoon zeggen, screw jou, ik ga jou niet high-fiven. En dan krijgt hij die bonus. Ook leuk. Anyway, Borderlands is een gave game en dat vooral omdat het lasers heeft. Borderlands heeft gewoon friggin' lasers. En het allergaafste is, die komen uit de discobal die hij boven zijn hoofd heeft hangen. Briljante game, zeker waard om te gaan spelen. En als jullie hem dus ook willen gaan spelen, zou ik zeggen, laat dat heel even beneden in de comments achter. Bedankt voor het kijken. Ik ben Eelco Gaming met de meest rare mic vandaag ever. Hier op Biotown. Vergeet geen duimpje omhoog te doen, te subscribe als je het nog niet gedaan hebt. En dan zie ik... jullie volgende keer waarschijnlijk wel weer ooit. Hier op Banjo Town. Bye!